Goedenavond, burgers. Ah, droogt nou elke politieman van, hè? In een volle bak. De gemeente Vught heeft mij gevraagd, mijzelf hier, op deze alternatieve gemeentevergadering, voor te komen stellen als de nieuwe veldwachter, CQ-wetshandhaver van het district Vught-Kromvoort en aangrenzende bordelen. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Wout, of Woutje, net wat jullie wilt. Ben getrouwd, heb 3 kinderen. Alleen de oudste is van mij. De anderen zijn van januari en augustus. Je zult misschien zeggen, Woutje, hoe kom je hier nou toch bij? Maar ik had de laatste tijd nog wat tijd over. En ik zag die advertentie in het Klaafblad staan, veldwachter gezocht. Ik zeg, Wout, dat is net iets voor jou. Ik bel naar de gemeente, ik krijg daar zo'n belmiep aan de lijn. Zegt ze, schrijf maar een briefje. En dan zul je heel snel van ons een uitnodiging ontvangen. Ik kom bij de dokter. Hij zegt, Woutje, kleed u eigen maar uit. Ik zeg, dokter, helemaal. Ja, zegt hij, alles uit. Hij mij onderzocht. Hij zei, ik en ik fijne, zegt hij. Hij zei, maar dat komt waarschijnlijk ook dat alles wel heel ruim in de verpakking zit. Hij zei, ik moet alleen uw ogen nog even testen. Nou, en toen kreeg ik het een beetje benauwd, hè. Want ik kijk wel heel goed, maar alleen ik zie niet zoveel. Hij vatte een hele grote kaart en begint met een stok op de kleine letters te wijzen. Woutje, kunnen die lezen? Ik zeg, ik niet, dokter. Hij vat zijn stok weer en hij wijst op iets grotere letters. Hij zegt, kunnen die dan lezen? Ik zeg, ik zie niks. Hij zegt, wacht even, zeg ik tegen hem. Waar dan? Ik zeg, ja, nou kan ik het wel lezen. Hoe kent dat nou, zegt hij, dokter? Ik zeg, ik zie als politieman een veel door de vingers. Hij zei, maar ik heb nog een laatste test. Hij loopt even weg en hij komt terug met zijn assistente. Poedeltje naakt. Ze gaat zo voor dat bord staan. En ik stond trouwens ook nog steeds in mijn geboortekostuum. Hij zei, zie je nou wat? Nou, ik zag voldoende. Maar dat kon ik natuurlijk niet tegen die dokter zeggen. Hij zei, die dokter, hij zei, uw ogen mogen dan misschien wel niet zo goed werken, maar ik vind het wel knap dat je nou zelf de letters op het bord kunt aanwijzen. Tijdens een van mijn ronden loop ik zo naar het Tolhuis, Café Tolhuis. En het waren me al een paar dagen opgevallen dat op de hoogte van het Regina Shelley een tweedehands autoke al een paar dagen geparkeerd stond. En elke morgen kopen daar 2 Wulfse dames in. En ik moest daar toch het mijne van weten. Ik loop de smaris langs de 2 dametjes zitten er weer in. Ik tik heel belangrijk tegen het remke. De remke gaat heel langzaam naar beneden. Ik hoor de een tegen de andere zeggen, zou het dit dan zijn? Ik zeg zo, dames, vertellen jullie Wout eens wat jullie elke dag hier in dit autootje doen zonder weg te rijden? Nou, zei die ene met het grootste décolleté, we hebben al heel vaak gehoord, wanneer je een tweedehands auto gekopt, dat je genaaid wordt. En daar wachten wij nou op. Nou had ik natuurlijk al flink ingenomen en het werd tijd dat ik moest gaan pissen. Ik loop zo de toiletten in. 20 pisbakken op een rij. En in het midden nog 1 vrij. Ik ga daar staan. Ik pak uit. Ik ga daar zo 20 centimeter van die tegels af staan. Dus je hebt het eigenlijk nogal gauw gezien. Ik kijk eens rechts, ik kijk eens links. Ja, je kijkt eens een keer omhoog, je kijkt eens een keer omlaag. En toen zag ik het. Naast mij stond er een en die had wel 6 stralen. Ik tik hem zo op zijn schouders aan en zeg, wie komt dat? Hij zei, dat is een kriekverletsing. Ik zeg, mooi zo, daar moest u zuinig af zijn. Ik kijk naar de andere kant. En dan stond er in te pissen mee wel 20 stralen. Ik tik hem op zijn schouder aan en zeg zo tegen hem, hebben ze die ook voor die kloten geschossen? Waar is verdomme madame, die kreeg zijn ritsluiter weer eens niet open. Ik heb nog even een politieverordening. Voor de komende zondag, mee carnaval, geldt er in Dommelbaarsdorp in verband met de optocht
een algeheel parkeer- en rijverbod in het centrum van 15:15 tot 15:30. Veel langer zal de optocht zich daar niet ophouden. Beste burgers, ik ga weer op mijn rondgang en hou het rustig volgende week. Dan heb ik ook een mooie carnaval. Dank u wel.